Hoi, ik ben Monica Geuze en ik doe een vluchtje met XITE. Wat zou ik voor mezelf nooit op YouTube zetten? Ja, seks, denk ik. Vanaf de hoeveelste date mag een jongen in mijn vlogs. Dat is pas als er sprake is van een relatie. Mijn summer song van 2017 is sowieso The One van DJ Khaled. Van een barbecue eet ik het liefst maiskolf. De lekkerste cocktail is een pornstar martini. Mijn grootste criminele daad ooit is denk ik rekeningen te laten betalen omdat ik te lui ben om mijn postvakje te openen. Hij heeft zijn geluksmomentje of jij hebt jouw geluksmomentje in bed. Ik mijn geluksmomentje in bed. Wat nog op mijn bucketlist staat is sowieso zoveel mogelijk van de wereld zien. Mama worden lijkt me heel leuk. Met Fred van Leer ga ik het liefst heel de dag op het terras zitten en wijn drinken. De gekste plek waar ik seks heb gehad? Ik denk op een grasveld bij het zwembad. Ja, jij bent de kleine lepel of jij bent de grote lepel tijdens het knuffelen. Sowieso de kleine. Ben jij onderdanig of een echte leider? Ik denk dat dat verschilt. Maar ik in het normale leven wel liever de leider. Mijn kookkunsten in 3 woorden zijn bagger, kut, vies. Welke 3 dingen staan standaard in mijn koelkast? Nou, niks. Ik doe nooit boodschappen, dus mijn koelkast is altijd leeg. Ik knap erop af als mannen niet lekker ruiken, geen humor hebben en niks te vertellen hebben. De artiest met de beste videoclips ooit. Ik moet zeggen, ik kijk eigenlijk niet zo heel veel videoclips. Maar ik vind dat Boef een hele goede videoclip heeft uitgebracht onlangs van Habiba. Habiba, Habiba. Waarom stress je mij, Azina, Azina? Wat kan Ali B voor mij niet uitstaan? Ik denk mijn keuze van mannen. Wie is de beste rapper van Nederland? Ik ben van mening dat dat Ronnie Flex is. Voor welke artiest ik altijd tijd zou maken voor vluchtje? Nou, duidelijk Justin Bieber. Mijn bijnaam voor Ronnie Flex is denk ik gewoon Ro. Ja, ik noem hem altijd Ro.